Vons Groenendijk, je hebt ongetwijfeld de wedstrijd tegen VVV geanalyseerd. Uh, wat is je conclusie die je daaruit hebt getrokken? Nou, dat we wel eens beter gespeeld hebben. Uh, zeker in balbezit. Uh, als wij hem hadden en we konden eruit komen, dan hebben we te weinig gebracht. Uh, Waarom te snel weer kwijt ook? Te weinig gecreëerd. Uh, ja, het was zeker niet, uh, niet goed van onze kant. En, uh, ja, dat weten we ook en dat moet ook beter. VVV, jullie een beetje in slaap gesust? Ja, dus het eerste uur wel. Ik denk dat zij uh, ja, toch hebben voor gekozen om eerst de kat uit de boom te kijken. En te kijken uh, gaandeweg de wedstrijd voor wat te halen viel. Ja, die, uh, die, dat gevoel hebben wij ze gegeven. En ja, ze kwamen er steeds meer uit en ook steeds gevaarlijker. En, ja, ze kregen ook inderdaad, uh, in die laatste 20 minuten kregen ze een paar goede kansen. En ja, hing die gelijkmaker in de lucht. En die hebben ze uiteindelijk ook gemaakt. En nog een geweldige redding van Swinkels die in Nederland kwam. Ja, een super redding. Um, nou, dat heeft hij wel vaker gedaan dit seizoen. Uh, ja, dat is een moment weer waar een keeper uh, een punt voor je pakt. Nou, dat is prettig, hè, want uh, ja, we hebben drie goede keepers in de groep. En, uh, en Swink die, uh, die laat nog steeds uh, iedere week zien dat hij de terechte nummer één is. Je gaf eerder aan: Ik ben blij dat het 31 januari is. Nou, dat komt er steeds dichterbij. De groep lijkt intact te blijven zoals we er nu voor staan. Ja, lijkt. Ja, ja, goed. Uh... Ja, zo, zo is het bij mij ook uh, op dit moment. Het lijkt intact te blijven. Ik, uh, ik weet dat, uh, dat zeker die laatste dagen er nog van alles gebeurt: links en rechts. Uh, niet alleen bij ons, maar uh, bij elke club. Dus dat moeten we toch nog steeds even afwachten. En, uh... Dus ja, het is, het is voor mij nog niet helemaal duidelijk wat er, of er nog iets gaat gebeuren en met welke spelers. Ja, je gaat pas met de hart slapen als het daadwerkelijk 31 januari is. Ja, ik moet zeggen, ik heb een nieuw bed het slapen, dat, dat gaat wel prima. En, uh, nee joh, maar weet je, dat is. Ja, daar moet je dus niet wakker van liggen. Want dat, dat hoort nou eenmaal bij dit hele verhaal van, uh, van die transferwindow. Ja, ik ga me daar niet druk om maken. We zien het wel. En, uh, ik heb alleen dat als er iets gebeurt, dat je dan ook nog wel wat tijd hebt om zelf wat te doen. Anders uh, ja, heb je wel een probleem. De realiteit wacht. Dat is gewoon Feyenoord uit. Een mooie wedstrijd, ongetwijfeld. Um, ja. Wat kan Ado Den Haag daar halen in de kuip? Nou ja, luister. Je, je zal het zelf sowieso beter moeten doen als tegen VVV. Zij uh, hebben ook niet hun beste fase. Hè, met de twee wedstrijden die ze hebben gespeeld. Ajax en Utrecht. Ja, dat, uh, dat, dat, dat is qua resultaat voor. voor uh, de regerend kampioen is dat toch uh, te weinig. En, maar het is nog altijd wel de kampioen en je speelt nog altijd in de Kuip. Hè. En dat is altijd hun twaalfde man natuurlijk, uh, ja, waar je ook mee te maken hebt. Maar ja, ik vind dat je je eigen spel moet spelen en dat je, zoals in de bekerwedstrijd, we zijn heel lang in de wedstrijd geweest, 75 minuten, goed gedaan, en toen viel uiteindelijk toch nog die goal. Maar ja, je moet brutaal zijn en je moet, dat kan ook, hè, gezien de stand. Uh, wij hoeven niet uh, ja, laten we zeggen, uh, alleen maar achteruit te lopen en de boel dicht te gooien. We kunnen ook voor onze eigen kansen spelen in de uitwedstrijden. En uh, tot nu toe uh, hebben we dat aardig gedaan. We hebben 12 uit 8 in uitwedstrijden. Vier dus gewonnen, vier verloren. Dus je weet ook bij ons dat, we, dat ja, het kan altijd kan. En uh, we zullen het zeker weer proberen, ook in de Kuip. Laatste wedstrijd tegen Feyenoord hier in Den Haag. Goede herinneringen. De FIFA goal van Aaron Meijers. Ja, dus er is zeker wat mogelijk. Ja, nou, dat was natuurlijk de goal van het, van het kalenderjaar 2017. Prachtige goal. En uh, We hebben al meer mooie goals gemaakt uh, dit seizoen. Maar ja, weet je, ik vind altijd in de kuip. Ja, dat is het. Voor mij het mooiste stadion, waar ik zelf altijd met heel veel plezier heb gespeeld. Daar keek ik altijd naar uit. Je moet als voetballer moet je, ja, moet je dan iets in je hebben van: ik, ik ga laten zien dat ik goed kan voetballen. En uh, dat je samen bereid bent om het gras op te vreten, het mooie gras. Hè, het is een fantastische mat. Ja, waar moet je liever spelen dan als daar? Dus, er zijn geen mooiere stadions om in te spelen, dus daar moet je ook van genieten. Op van Persie zal terugkeren in de Kuip. Uh, ja, is dat nog iets speciaals voor jou? Hoe kijk jij naar hem als speler? Ja, je zag in die tien minuten zag je al drie uh, briljante loopacties ook in Utrecht. Uh, ja, de kwaliteit, uh, daar hoeven we niet over te twisten. Dat uh, is een van de allerbeste spelers uh, in Nederland altijd geweest. En hij is nu terug. Dus dat is mooi voor de Nederlandse competitie. En, uh, ja, hoe die het gaat doen, dat hangt een beetje af natuurlijk van zijn fitheid. Of hij gelijk gaat starten of dat ze hem voor de belangrijke bekerwedstrijd tegen PSV, drie dagen later, of ze hem daarvoor zullen uh, optrainen. Ik ben benieuwd, maar dat we hem gaan zien in de wedstrijd, dat is uh, vrijwel zeker. Hij zal uh, hè, te maken krijgen met uh, Tom Beugelsdijk en iemand anders daarnaast. Uh, wordt dat weer Shaquille Pinas? Als die, hij uh, diepe spits gaat spelen bedoel je, want hij kan ook nog op tien. En dan zal hij meer met Danny Bakker te maken krijgen. Maar als hij in de spits speelt, dan, dan wordt het inderdaad uh, Beugelsdijk-Pinas. Uh, er is geen reden voor mij om dat centrum uit elkaar te halen.